fijn dat u er bent, weer bent. Wie was er, even hand omhoog, wie was er net bij de vorige AI-sessie, even checken. Oh ja, u bent gewoon weer teruggekomen. Hartstikke goed, dat is fijn. Heeft u het gelezen wat daar net stond door ChatGPT of niet? Het klinkt af en toe wel ronkend, maar af en toe denk je, maar wat staat er nou eigenlijk? U bent als accountant een zeldzame diamant in een wereld van imitaties of irritaties. Ik kon het niet helemaal zien. Maar af en toe denk je, oké, dit is ook kleurrijk taalgebruik. Ja, dames en heren, we hebben het over betrouwbare informatie in een wereld van AI. En dat gaat dan onder andere over, kijk, Jarno zagen we dan net, de trendwatcher. Die zei, je kunt heel veel ermee. En het is vaak met technologie, je kunt er heel veel goede dingen mee doen. Maar je kunt er ook slechte dingen mee doen. Bijvoorbeeld heel veel nep-informatie maken. Ik kan me nog herinneren dat we een tijdje geleden had er iemand heel simpel met Midjourney een fotootje gemaakt van het Pentagon. Met een rookwolk ernaast. En zette dat op Twitter. En op dat moment zag je de S&P 500 in één keer bats naar beneden. Dat duurde een paar minuten hoor. En daarna dacht iedereen, misschien is dat niet helemaal echt deze foto. En toen ging het wel weer goed. Maar zo kan de impact opeens zijn van nepnieuws en nepinformatie. En als we het nou hebben over betrouwbaarheid, dat is uw vak. Ja, hoe moet u daar nou mee omgaan? Even met die verkiezingen. Heeft er iemand gisteren of eergisteren nog dat filmpje, die videoclip gezien? Allemaal genept met artiesten. Volgens mij was het Douwe Bob met het hoofd van Omtzigt erop. Heb je dat gezien of niet? Niet? Was vet toch of niet? Ik vond het wel mooi. Ja. En Jesse Gus, ik herkende de clip niet. Maar goed, nou ja, het kan allemaal. Ik heb laatst nog eens een keertje een evenement gehad waarin ik mensen toesprak. En toen begon ik in het Nederlands. Daarna ging ik naar het Engels toe op een filmpje. Toen dacht iedereen, nou, dan spreekt die Rens lekker Engels. En daarna ging ik naar Frans. Toen werd ik al een soort met van de ironieën van het evenement. Toen ging ik naar het Italiaans. Dachten mensen, die Rens is echt indrukwekkend. En daarna ging ik over naar Chinees. Toen geloofden mensen het niet meer. Van nee. Nee, dit klopt toch niet helemaal. Het is echt een geweldige tool. Hè? Waar je gewoon, je kunt een video van jezelf laten maken. Hij kloont je stem. Hij doet een kleine overlay over je kaak. Zodat die lip-sync wordt. En hoppa, je hebt gewoon een filmpje in alle soorten en maten. En dat kan natuurlijk aan de ene kant heel goed gebruikt worden. Aan de andere kant ook wel slecht gebruikt worden. Nou, daar gaan we het over hebben, dames en heren. Betrouwbare informatie in een wereld van AI. En we beginnen net zoals de vorige sessie met een column. En die column komt van onze columnist. Geef hem hartelijk applaus. Nart Wielaert. Nart, kom erbij. Dankjewel Rens en goedemiddag allemaal. Een groot deel is teruggekomen. Dus de sessie was er juist waarschijnlijk redelijk goed nieuws, ja. Heeft u misschien zin in sandwiches met lijm? Nee? Wentelteefjes met terpentijnsmaak dan? Gebakken aardappelen met antimuggenspray? Het zijn zomaar wat suggesties die een app van de Nieuw-Zeelandse supermarkt Pak & Save deze zomer deed om consumenten te helpen de overgebleven restjes in hun koelkast een tweede leven te geven met wat al te innovatieve recepten. Powered by, u raadt het al, AI. Eén gebruiker wist een wel heel aantrekkelijk recept uit de ongetwijfeld goed bedoelde app te verkrijgen, met daarin een aromatische watermix. Een chemische reactie waaruit het dodelijke chloorgas ontstaat. De app prees het gerecht aan als de perfecte niet-alcoholische drank om je dorst te lessen en je zintuigen te verfrissen. Het zou te gemakkelijk zijn om op basis van één op hol geslagen AI-toepassing te concluderen dat u maar beter verre van AI kunt blijven. Maar het is wel even goed om te beseffen dat AI op zijn minst grenzen heeft in het gebruik. En er soms nogal op los hallucineert. Het is in zijn zuiverste vorm namelijk vooralsnog niet meer dan het beoefenen van statistiek. Waarbij intelligentie ver te zoeken is. En het wonderlijke is dat een van de spelbepalers, Sam Altman, afgelopen dagen veel in het nieuws of hij nou wel niet CEO was van OpenAI, daar in het begin ook al op wees. En ik lees u voor uit een van zijn tweets bij de lancering van ChatGPT. ChatGPT, ChatGPT dan op zijn Engels natuurlijk, is incredibly limited. But good enough at some things to create a misleading impression of greatness. It's a mistake to be relying on it for anything important right now. Heeft u ooit een CEO horen zeggen over de eigen producten
dat het vooralsnog vooral goed doen, goed is, in net doen alsof het heel goed is. Faken dus. Nee toch? Niettemin, de wereld raakt in rap tempo verslaafd aan die misleidend goede spullen en de grote techbedrijven zijn in rap tempo bezig om hun deel van de taart veilig te stellen. Mijn zorg is dat AI daardoor in even rap tempo een shitshow aan informatie gaat genereren. En denk nu niet dat dat beperkt is tot wat maffe berichtjes op uw socials of beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Het risico speelt ook in de hoek van de professionele informatie. Fake jaarrekeningen, samenvattingen van onderzoeken die kant nog wal raken. Verzonnen e-mailverkeer met een collega. Artificial unintelligence is overal. AI-toepassingen zijn in de huidige ontwikkelingsfase dan ook te vergelijken met een Japans keukenmes. Superhandig, maar ze kunnen ook levensgevaarlijk zijn voor de betrouwbaarheid van informatie als je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Want ze hallucineren met enige regelmaat. En ze dreigen hier en daar te stikken in hun eigen uitlaatgas als de shitty output van het ene model door het andere wordt gebruikt. Iets wat we model collapse noemen. En wat moet u daar nu mee als accountant? Ik zou kunnen zeggen, goed oppassen bij het gebruik van dat keukenmes. Maar dat ligt nogal voor de hand. Ik daag u liever uit om het als een kans te zien. Want deze ontwikkelingen zijn fantastisch nieuws voor uw bestaansrecht. Accountants zijn immers op aarde om betrouwbaarheid van informatie te checken. Dit is dan ook een marktkans die zijn weerga niet kent als het vak zich opnieuw weet uit te vinden. En als u denkt dat ik daarmee loop te dagdromen of te raaskallen, dan lees ik u even een analyse voor uit het onvolprezen techmagazine Wired, ongeveer een half jaar geleden. In the past it often made sense to believe something until it was debunked. In the future it will start to make sense to assume they are fake unless verified. Een omdraaiing van de bewijslast dus. Informatie is pas onschuldig als dat bewezen is. Is dat geen gouden marktas voor accountants die nu helemaal tot op het bot getraind zijn om iets niet zomaar aan te nemen? Ik wens u veel plezier toe met dit fascinerende Japanse keukenmes. En één ding weet ik zeker, saai gaat het in ieder geval niet worden. Dankjewel, Nart Wielaert. Dank, kom er lekker bij zitten. Nee, saai wordt het zeker niet. Even, is er iemand, even hand omhoog, is er iemand wel eens in nepnieuws getrapt? Eén iemand daar. Ga ik toch even, ik dus ook, hè. Ik geef hem heel veel aan u, meneer, met de witte blouse, denk ik dat is. Ja, ik kan wel zo. Oh. Ja, best wel oké, toch? Vertel eens, meneer. Ja, het is een beetje dat zwarte ding moet je in praten. Ja. Welk nepnieuws was dat? Nou, vooral op social media natuurlijk. Ja, allerlei foto's die voorbij komen. Je gaf net zelf al het voorbeeld. Trap je toch met enige regel. Maar heb je nog een beeld wanneer je erin getrapt bent? Ik kan zo niet. Ik had gisteren hadden we, dat heeft toch heel wat mensen nepnieuws. Toen was het iemand die het op Twitter zei. Ja, als je PvdA GroenLinks wil stemmen, dan moet je van elke partij één bolletje kruisen. Dus en een PvdA-kandidaat en een GroenLinks-kandidaat. Want anders telt je stem niet. Ja, ja. Er zijn mensen ingetrapt. Oké, wist ik niet. Weet je wel? Nou, dat was niet een voorbeeld van mij. In Nee, is voor jou gelukkig. Oké. Maar ik vind het mooi. Ik heb het nog wel eens ook op social media. Trap ik er ook wel eens in. Je hebt natuurlijk Valentijn Dries. Ik ben een enorme voetballiefhebber. En mijn clubje zit op dit moment dik in de penarie. Maar zou eigenlijk bovenaan moeten staan. Hij heeft een beetje een idee waar ze van zitten. En Valentijn Dries, chef van voetbal van de Telegraaf, die wil altijd wel mijn clubje compleet naar kapot maken. En er is namelijk een Twitter-account van Valentijn Dries. Dat volg ik, maar ik volg ook het parodie-account. Maar ik heb nooit precies, want het heeft precies hetzelfde fotootje en hetzelfde naam. En dan schrijft Valentijn Dries weer iets. En ik denk, nou, en dan ben ik toch boos, jongens. En dan loop ik dat in de groepsapp te gooien. Zet met Rens, dit is de nep-account. Oh, shit, weet je. Dan heb ik maar toch alweer 5 minuten enorm kwaad lopen maken. Dus terwijl ik zou het moeten weten. Hè, ja. Iemand anders nog nepnieuws ingetrapt? Zijn mensen nog in uw wereld, in de accountancy-wereld, in nep-dingen tegengekomen? Nep dingen tegenkomen. Iets waar je zegt, ik ben wel eens wat neps tegengekomen. Valt het mee? Ja? Nou, iemand daar? Die niet? Durft u er nu niks meer over te zeggen? Nee, oké. Nou, dan wachten we het. Kijk, precies. Ja, precies, dankjewel dat je even helpt. Ja, oké.
Ik geef hem even aan jou, alsjeblieft. Geef eens, jij zei, ik ben wel eens tegengekomen. Wat ben je eens tegengekomen? Ja, vervalste facturen. Vervalste facturen. En zag dat er heel truttig, knullig uit? Of was nee, dat zag er best wel goed uit. Dat was wel goed, hè? Ja. En hoe kwam je erachter dat het vals was? We vonden het verdacht dat de factuurtekst in het Nederlands was. Ja. En dat het rekening waarnaartoe overgemaakt zou moeten worden ergens in Dubai was. Jezus, daar heb je zo'n scheme opgezet en dan denk je daar niet over na. Maar ben je dan al een lulletje, denk je? Maar nou, ik had nog één vraag aan jou. Ik geef het toch even terug. Ja, ja. Maar was dit handwerk van diegene die valse factuur? Was dat handwerk of had iemand... Ja, dat was handwerk. Ja. Zou dit nou on steroids kunnen? Dat je zegt, nou, ChatGPT, doe me even 20 valse facturen op volgende nummers. Graag naar verschillende dingen, et cetera. Kan wel, hè? Denk je niet? Zou best kunnen. Zou best kunnen, ja. Oké. Nou, ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn. Dankjewel. Jij bent er weer vanaf in die gekke microfoon. Oké. Nart, denk jij dat het mogelijk is? Dat wij gewoon kunnen gaan frauderen met dit soort modellen? Het is heel handig, maar het is ook ellendig. Ik denk dat het de spam en phishing naar de Champions League niveau kan brengen. Ja. Oh ja. En probeer het maar 1 miljoen keer om ergens een betaalverzoek op af te vuren. En misschien gaat er van die 1 miljoen gaan er 2... Gaan er 2 doorheen? Ja, maar ja, met begrip van, weet je, met wat je nu natuurlijk alle phishing-e-mails en dergelijke die je ziet, zijn hartstikke onprofessioneel, vaak amateuristisch. Heb je direct door. Ja. Maar als AI beter in staat is om te mimiken alsof het echt is, alsof het een mens is, ja, dan denk ik dat we daar wel een risico lopen. Ja, oké. Goed, dus we hadden het in de eerste sessie, als u daarbij was in de audit, wat kan het ons allemaal opbrengen? Nu beginnen we toch iets meer te kijken, ja, we moeten wel opletten met elkaar. Wij gaan daarover praten met Nart, ik ga een paar mensen naar voren, maar ook met Carmen. Want Carmen, jij hebt de Busmaster weer openstaan. Zeker. U bent ingelogd, of moeten we nog even laten zien hoe mensen... Ja, voor de mensen die misschien net niet meer waren ingelogd, jullie kunnen weer even meedoen met cloud.busmaster.io/accountantsdag. Ja. En lever je vragen zeker aan voor de paneldiscussie. Welke kleur was dit de vorige sessie of niet? Nee, dit is van net. Oh, van net. Welke gemoers met productie waarvoor de vergunning... Oké. Heb ik geen antwoord op. Nee, heb ik ook nog geen antwoord op. Maar Frederik, we werken eraan. Maar stuur ze sowieso in. Zeker. En jij geeft weer een geel, hè? Ik geef jou een geel. Dames en heren, we hebben echt een fantastische groep mensen weer binnengehaald om erover te praten. Ik ga ze de namen even noemen en dan komen ze met veel plezier op. Maar dan moet u ze wel een applaus geven. En daarna stel ik ze meer aan u voor. Dames en heren, Sebastiaan van der Lans, Siri Berends en Patrick Gabriels. Kom erbij. Hallo. Fijn jullie allemaal hier aan te treffen. Patrick Gabriels zit helemaal aan het randje, managing partner bij EY. Wat heb jij met AI? Dat is een hele goede vraag. Wat gaan we krijgen met AI? Je hebt er nog niks mee, begrijp ik. Nou, ik zit wat mee te hobbyen zelf, zeg maar. En we hebben het er wel heel veel over. We hebben het al heel lang over AI, eerlijk gezegd. Maar toen waren het meer buzzwords en mensen zeggen... AI gaat accountancy compleet overbodig maken, et cetera. Nou, dat is dan niet gebeurd. Ja. Maar nu zie je wel een enorme versnelling. Waar ik ook, als ik met veel van de experts spreek... waar ik mezelf overigens niet onderschaak. Maar veel experts zeggen, ja, de vlucht die het nu neemt is wel echt ongekend. Even één ding, hè. Want over buzzwords sla ik ook wel op aan. Weet je, we hadden het 4 jaar geleden. Weet u nog waar we het over hadden? Iemand roept het, blockchain. Ja, oh, blockchain zou de wereld van... Blockchain, zei jij dat net? Nee, iemand, blockchain gaat de wereld. Blockchain. Ik kon elk evenement afgaan. Blockchain. 4 jaar later, ja, ik heb er nog steeds geen echte toepassing van gezien. Het is niet echt werkend en waardecreërend. Patrick, kan dit ook zo zijn? Dat we er weer over aan het ouwe hoeren zijn met elkaar... en dat we een paar jaar zeggen, ja, het was toch niks. Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee. Waarom niet? Nee, want het is ook allemaal een evolutie, het is geen revolutie. En het gaat nu wel heel snel, maar het is ook de vraag wanneer heb je het over AI en wanneer heb je het over data-analyse. We zijn ooit begonnen met data-analyse, dat werd steeds meer sophisticated. Ja. Nu zien we dat die systemen zelf gaan denken en dat zie je ook wel echt gebeuren. Ja. Dus je ziet nu echt die stap naar boven wel. En met blockchain, op een gegeven moment had ik wel denk ik een idee wat we proberen te doen met de technologie, maar de echte toepassing van bij klanten, et cetera, zag ik niet gebeuren. Nee. AI zie ik nu wel gebeuren. En ik krijg vaak de vraag van klanten van, wat gaan jullie doen met AI? Ik zeg, dat is interessant. Ik vind het eigenlijk veel interessanter wat jij gaat doen met AI.
Want er gaat eigenlijk van alles komen met AI waar ik niet meer weet waar het vandaan komt. Zie hier het adviesmodel in een notendop. De klant stelt jou een vraag. Daarna draai je het om en zeg je, maar wat ga jij ermee doen? Goed. Siri. Ja. Jij bent cultural cultuursocioloog. Dank je wel. In Nederland. Cultuursocioloog en tech ethics researcher bij Setup Media Lab. Dat moet je even uitleggen. Ja. Wat doe je precies? Ik doe eigenlijk twee dingen. Ik ben promovendus aan de Universiteit Twente. Daar doe ik onderzoek naar kunstmatige intelligentie en authenticiteit. En daarnaast werk ik bij Media Lab Setup. Mm. En daar wat we daar doen is samen met kunstenaars de impact van digitale technologie onderzoeken. En dat doen we door interactieve installaties te maken die vooral de ethische aspecten van technologie tastbaar maken. Mm-hmm. Omdat die vaak heel erg abstract zijn. Wat gaaf. En waarom doe je dat met kunstenaars? Omdat zij heel goed zijn in niet alleen maar de ratio aanspreken, maar ook het gevoel aanspreken. Omdat kunstenaars ook goed zijn om bijvoorbeeld humor in hun werk te gebruiken. Wij merken dat dat een heel goed middel kan zijn om mensen eerst naar binnen te lokken en daarna kritischer te laten nadenken over technologie. Ja. En kunstenaars hebben vaak ook weer een hele andere kijk op dingen. Dus dat is heel interessant om daarmee samen te werken. En je zegt je promoveert. Wat is je promotie? Onderzoek? Of waar gaat het? Het gaat over kunstmatige intelligentie en authenticiteit. Ja. De aandacht gaat nu heel erg naar AI-systemen die steeds mensachtiger zouden worden. Mm-hmm. En wat ik onderzoek is de vraag of er niet iets heel anders aan de hand is. Namelijk dat wij steeds machineachtiger worden. Waardoor we het idee hebben dat die machines allemaal heel erg op ons gaan lijken. Maar eigenlijk gaan wij op die machines lijken. Wauw. Ja, dit vind ik wel heel interessant. En waar zou het blijken dat wij steeds machineachtiger worden? Ik denk dat daar wel veel voorbeelden van zijn. We passen ons ook steeds meer aan AI-algoritmes. Ja. We willen niet op een bepaalde manier dat ons gedrag op een bepaalde manier gecategoriseerd wordt. Dus daar houden we al van tevoren rekening mee. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar ChatGPT prompt engineering, dan gaan we heel erg denken als een computer. Wat moet ik erin stoppen zodat die machine mij beter geeft wat ik wil? Ja. Ja. Dus dat zijn wat dat is een soort dans die we aan het doen zijn met elkaar. Dankjewel Siri. Sebastiaan van der Lans, oprichter van Wordproof en Van Ons. En jij bent voorzitter van de Trusted Web Foundation. Wat is dat laatste precies? Wij doen onderzoek naar hoe technologie kan bijdragen aan meer betrouwbaar, in ons geval, internet. Mm-hmm. Daarvoor gebruiken we technologie. Ja. Ik durf bijna niet meer te zeggen op welke technologie we... Blockchain? 2020 hebben we een prijs gewonnen van de Europese Commissie. Die heette de Blockchain for Social Good prijs. Daarmee hebben we ons Wordproof en de Trusted Web gefinancierd. Oh ja? Ja. Doe je nog iets met blockchain of ben je gewoon blij met het geld dat je hebt gekregen? Nee. We hebben... ik zou bijna zeggen, mag ik straks wat laten zien? Wat wij doen met blockchain, en dat hebben inmiddels doen zo'n 1000 websites dat, waaronder het NRC, ja. Maken we zaken transparant. Bij wie komt informatie vandaan? Ja. En hoe is het gewijzigd over het afgelopen? Ah ja, oké. Okay, ja, precies dat we kunnen. De wijzigingshistorie is voor eeuwig vastgelegd. Nou ja, precies. Ja. Goed, laten we eens even. Straks heb jij, Sebastiaan, een heel verhaal over hoe kunnen we nou nep van echt onderscheiden. Eerst even over wat jij zegt, Nart. Dat vond ik wel grappig. Die omdraaiing van bewijslast. Hè. Eigenlijk, nu zeggen we soms wel trust but verify. En nu wordt het verify and then trust. Ja. Toch? Dat hoor ik jou een beetje zeggen. Ja. Siri, hoe denk jij daarover? Wat is precies... Nou ja, dat je dus, Nart zegt, in een wereld waar er zoveel shit at scale op ons afgevuurd kan worden. Mm-hmm. Gaan wij dan ons als mensen gedragen als van, nou, ik vertrouw niets meer wat er op me afkomt. Ja. Behalve als ik het gecontroleerd heb. Terwijl ik nu nog in het leven sta. Nou, ik zie het. It walks like a duck, it talks like a duck. Het zal wel een eend zijn. Ja, ik denk wel dat het wantrouwen toeneemt. Dat het inderdaad ook steeds meer zo is dat we ook dat wat waar is niet meer voor waar aannemen. En daar zijn ook wel wat voorbeelden van. Dus ik denk dat dat wel invloed heeft. Maar ik weet niet of we daar alleen maar de schuld op de technologie af moeten schuiven. Ik denk dat er ook heel veel andere meer... Ik ben zelf natuurlijk socioloog. Dat er ook sociologische factoren zijn
Waardoor mensen wantrouwender kunnen worden. Ja. En dat het niet alleen aan de technologie... Niet alleen maar de technologie. We hoeven niet alleen maar de technologie de schuld te geven. Ja. Maar is het wel een factor wat jou betreft? Ja, het heeft wel een versterkend effect. Als je kijkt naar schaal en geavanceerdheid. Zeker wel. Ja. 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 Patrick, ik vroeg het net aan die meneer. Die was wel wat vervalste facturen tegengekomen. Gelukkig door een domheid van de factuurvervalser goed gepakt. En heel goed menselijk speurwerk, denk ik dan. Maar zie jij het al langskomen? Gewoon inderdaad echt op schaal fake jaarrekening, gefabriceerde salarisstroken, onechte onderzoeksrapporten, waardebepalingen, vergunningen, et cetera? Nou, dat is wel heel veel. Ja. Maar ik denk dat dit wel van alle tijd is, overigens, hoor. Dat valse facturen, et cetera, dat komen al jarenlang mee. En ja, we zijn het omkeer in verwijslast. Ik denk dat dat het typisch is van de accountant dat altijd doet. Hè? Niet in het dagelijks leven misschien, maar in zijn werk altijd. Eerst evidence verzamelen en dan de proof. Ik denk alleen wat nu wel gebeurt, is dat wij onszelf afvragen van ja, weet je, zijn we nog geëquipeerd om die proof echt te verzamelen? Mm-hmm. Hè? Want het voorbeeld van die factuur, dat soort dingen herkennen wij ook. Dat is nog uit te halen als je kritisch bent. Maar met de huidige technologie wordt het steeds lastiger om echt de waarheid ervan te achterhalen. Ja. Ja, en dan hier hebben we het over bewust nepinformatie versturen. Dus die hele informatie shitshow, zeg maar, het is heel breed en er zit een heel spectrum aan oorzaak onder. Ik vraag me ook af wat er onbewust aan fake informatie kan gaan ontstaan. Voorbeeld. Een voorbeeld. Als jij ik weet dat jij ook veel speelt met large language models, met ChatGPT. Zeker. Als jij een stuk laat samenvatten. Ja. Dan vertrouw jij er blijkbaar op dat die samenvatting dat die wel ongeveer deugt. Zeker. Ja. Ja. Ja, het is prima dat jij dat doet, want jij mag hier vrijelijk kletsen. En als het een keer misgaat, dan is het niet zo erg. Maar als een accountant dat doet, ja, met een onderzoeksrapport, dat hij even in een modelletje stopt en zegt van er komt de samenvatting uit, dan hoop ik wel dat er enige waarborg is dat de essentie er wel uit wordt getild. Ja. En dat is wel waar ik me een beetje zorgen over maak. Ja. En waarom maak je je zorgen? Omdat je het ziet of omdat het een potentieel risico is? Die zou ik eigenlijk willen doorkoppen aan Siri. Want Siri weet precies volgens mij hoe dit werkt. Waarom we dus de... Ik heb het vaak over artificial unintelligence. Waarom modellen eigenlijk... Waarom we niet ons heilig geloof in die modellen moeten leggen als ja, er zit niet zoveel slimheid in eigenlijk, vertel ik. Nee, ja, ik gebruik zelf liever de term statistics on steroids voor AI. Ja. Het heeft niet zoveel met intelligentie te maken. Hè. AI is beperkt tot patroonherkenning, correlaties, heel veel rekenkracht. Maar intelligentie omvat natuurlijk veel meer. ChatGPT heeft geen redenerend vermogen, geen empathie. Het heeft geen begrip van de fysieke wereld. Dus dat heeft heel veel beperkingen. En een hele grote beperking van AI is dat het afhankelijk is van data. En data is niet alles wat belangrijk is. Kunnen we überhaupt in data vangen? Dus mm-hmm, dat is al een hele grote beperking van AI. Dus ik denk ook dat we inderdaad te veel het te groot maken, AI. Ja, ja. En er te makkelijk ook intelligentie aan toedichten. En ons ook inderdaad heel makkelijk laten verleiden. Het is heel goed in mensachtige taal produceren. Maar wat het feitelijk doet, ChatGPT, is op basis van correlaties het meest waarschijnlijke woord in een zin voorspellen. Ja. Dat is iets heel anders dan hoe wij met elkaar praten en wat wij doen als wij een gesprek hebben. En dat voorbeeld van die samenvatting, heel makkelijk om ChatGPT snel een samenvatting te laten maken, zeker, vind ik wel interessant. Want ik ben het inderdaad eens dat het tricky daaraan is dat als je zelf een heel document leest, dan haal je er misschien gekke details uit die een systeem wat gewoon de headlines alleen pakt er niet uithaalt. Dus je kan ook weer dingen mislopen door alleen een samenvatting te maken. Wat is het risico van het slechte dat er dus heel veel nepinformatie de wereld inkomt? Ik zei dat in de vorige sessie, zei ik, nou, iemand maakt iets met AI, controleert het niet heel goed en publiceert het. En Jarno zei, ja, maar je moet het wel controleren. Maar mijn punt is, mensen zijn superlui. Ja. Als het nou 3 keer goed is, denk je, huppakee, volgende, ik ga naar de bar. Nou ja. Ja. Nou ja, plus dat soms is het helemaal niet relevant of het echt of nep is. Nee. Een voorbeeld, vlak voor de verkiezingen zag je op social media een AI-gegenereerde foto van Frans Timmermans, die als een rijke aristocraat in een vliegtuig met heel veel champagne en caviar zat. En of het echt of nep was, deed er niet toe. De boodschap was duidelijk en die vonden mensen waardevol. Dus het ging helemaal viral, het werd heel veel geliked.
En of het echt of nep is, maakt niet uit. Dus die culturele sommige mensen zeggen, ja, dit is precies het beeld wat ik van die man heb. Er waren ook mensen die zeggen, is hij zo inderdaad gevlogen? Jeetje, wat een schande. Ja, maar goed, we zaten toch met zes vingers in de foto. Dus dan kon je het aan de details wel zien. Je kon het best wel zien, ja. Maar goed, inderdaad. Even één ding, dat had Nart het over. Model collapse, dat moet je nog even uitleggen. Dat is jouw... Nou ja, dat gebeurt als je... als de output die uit generatieve AI komt... beelden en teksten ook weer als trainingsinput wordt gebruikt. Dan neemt de kwaliteit van het model drastisch af. En daar wordt wel voor gevreesd dat dus de kwaliteit van die modellen niet beter zal worden, maar alleen maar slechter. Ja, maar even kijken, als ik dus dan zie, dus schets ik even het volgende. Wij vinden het hartstikke handig om dit te gebruiken. Ja. Ik ben er mega verslaafd aan. Ik kan, als er een storing is, zit ik te balen met ChatGPT, want opeens denk ik, god, dan moet ik echt dan maar weer aan met het werk. Dat is jammer. dus dat gaan we gewoon gebruiken. Ik word steeds minder kritisch, omdat ik denk, nou, er komt redelijk wat uit wat ik oké vind. Dat ding blijft leren op wat ik allemaal... Dus we gaan het met z'n allen gebruiken. Mm-hmm. We zijn niet zo kritisch meer. Dus zo'n model collapse zou best wel kunnen gebeuren, Siri, of niet? Ja, zeker. En ook, er is nooit genoeg data. Dus op een gegeven moment moeten we dan maar die AI-gegenereerde data ook gaan gebruiken. Dat is wel een risico, ja. Ja. Ik wil naar jou toe, Sebastian. Ik had je nog niet zoveel aan het woord gelaten, maar ik denk, nu komt het. Yes. Yes. want jij bent ook oprichter van Wordproof. Ja. Jij gaat straks een presentatie doen over een minuut of zo. Wat is Wordproof precies? Wat wij doen is, we hebben ons de vraag gesteld, wat als je alles op het internet kan vertrouwen? Zoals mijn demente oma alles wat ze tegenkomt kan vertrouwen, maar ook wij. Ja. 1 op de 3 mensen is al eens in misinformatie. Wie is dat van jullie? Ik ben het zelf ook. Ja, ik ook. Dit zijn accountants, die het bijna nooit. Ja. Daarom, ik was ook zo blij, omdat het... wat doet... AI is superdom, generatieve AI, wat jij net al zegt. Eigenlijk is het voorspelt het meest, niet eens zozeer het meest logische volgende woord, maar het meest sociaal wenselijke volgende woord. Want dat klinkt lekker, dan zitten wij hier vrolijk van, het is goed hè. Ja. Maar dat staat vaak haaks op wat waarheid is. Ja. En wat wij bij Wordproof doen, en we zijn gestart met die prijs van de Europese Commissie, is we gebruiken die blockchain-technologie die in 1991, dus meer dan 30 jaar geleden uitgevonden is, om aan te tonen dat informatie op een bepaald moment gepubliceerd is en door wie het gepubliceerd is. Mm. En dat doen we voor het NRC, de persgroep werkt ermee. We hebben nu bijna 6 miljoen artikelen beschermd met die technologie. Ja, zodat je zeker weet, toen is dit gepubliceerd en het is niet meer gewijzigd sindsdien. Ja. Het is echt verified. En wat we nu zijn gaan doen, want we zagen daar, niemand wil daarvoor betalen. we zijn gaan kijken, wie hebben nou echt nodig die transparantie en accountability? Ja. En toen kwamen we terecht bij AI, want er zijn heel veel zorgen voor AI. Het is een black box en we willen traceerbaarheid. En van wie is die data? Moet diegene daarvoor betaald gaan worden? En juist daar is die herkomsttechnologie zo interessant. Geweldig. Jij hebt de presentatie voorbereid. Betrouwbare informatie in een wereld vol AI. Ik zou zeggen, ik heb de klikker volgens mij daar neergelegd. Als jij die presentatie wil geven, gaan wij aandachtig zitten luisteren. En ondertussen richting Carmen allerlei vragen stellen. Fantastisch. Ja? En daarna gaan we hem... en daarna gaan we hem helemaal uit elkaar trekken. Ja. Fantastisch. Ja. Even naar de klikker. Zitten jullie? Ja. Betrouwbare informatie in een wereld vol AI. Even kijken, komen die? Ja, fantastisch. Voor de MBA. Wat leuk om hier te mogen zijn. Waarom ben ik gevraagd? Denk ik. Ten eerste, ik vind het fantastisch om hier te zijn. Omdat het... accountants, dat zijn de laatste die in de rommel van generatieve AI trappen. Dat is mijn... Nart, dank je wel voor de uitnodiging. 17 jaar ervaring met open source software. Ik doe alles. Normaal, ik ben een nerd, maar ik kom in vrede. Ik organiseer tech-events. Ik ben met programmeren met AI en blockchain ben ik al meer dan 10 jaar bezig. Wordproof en Content Core is dan wat we met AI doen. We hebben de Europese blockchain prijs gewonnen. Waarvan ik ben heel trots op Europa, omdat het een blockchain for social good, dus niet blockchain voor speculatieprijs is. 10.000 uur geprogrammeerd, 500 uur met prompts gerommeld. Getrouwd met Mirko en wie weet over 8 maanden vader, want gisteren hadden we ons IVF terugplaatsing. Spannend. Wie heeft er met GPT gewerkt al?
Oh, dat zijn er best wel veel. Wie heeft er langer dan een uur mee gewerkt? Zeker. Dat zijn er wat minder. De meeste mensen die bang zijn voor AI, dat zijn de mensen die nog niet zoveel daarmee gewerkt hebben. De eerste 10 uur, dit is voor de meeste mensen zo, dat je ermee werkt, denk je, wow, de wereld is nooit meer hetzelfde. 10 tot 20 uur denk je, dit is de domste techniek die ik ooit aangeraakt heb. Wat is hier aan de hand? En na 20 uur begint de leercurve. ChatGPT, nou ja, van mijn 5 accountantsvrienden hadden er 3 het nog nooit gebruikt. Eentje 5 minuten en de ander wat meer uur. Ga er lekker mee spelen. Ik ga zo wat laten zien. U heeft vandaag al wat gezien. ChatGPT. Het bizarre daaraan is, dit zijn techbedrijven en hoe lang zij nodig hebben gehad om 100 miljoen gebruikers te hebben. Zie je Netflix? 20 jaar. Spotify? Ongeveer 10 jaar. TikTok? Iets minder dan 1 jaar. ChatGPT, de publieke versie, had binnen 2 maanden meer dan 100 miljoen gebruikers. Dat is best wel veel, hè? Stel dat je een praatje moet houden over betrouwbare informatie in een wereld vol AI. Dan kan je achter een computer gaan zitten en een slide deck gaan maken. Maar je kunt dat ook, en dit is even wat er gebeurt als je ChatGPT gebruikt. Je kunt dat ook gewoon vragen hier. Dus eerst even, kunt u het lezen? Ja, wat doet een accountant en welke taken daarvan kan AI overnemen? Nou, dan komt er een mooi verhaal uit. Boekhouding, rapportage, audit, belastingadvies, aangifte, consultancy. Vervolg. De taken die AI kan overnemen. Holy moly. Maar ik moet een presentatie geven, niet een opsomming in tekst. Zet het alsjeblieft in een slide voor me. Geen probleem. Is best wel indrukwekkend, toch? Die technologie. Voor vervolgvraag, hoe zorgen we ervoor dat betrouwbare informatie in een wereld vol AI en wat is mijn rol als accountant? Heb ik nog wat te doen daar? En gelukkig komen er 6 ijzersterke use cases uit. Versterk van data-integriteit, transparantie brengen in die modellen, continu leren en aanpassen, dat doen we vandaag. Ethiek en compliance, samenwerking en communicatie. Gelukkig, we hebben nog wat te doen. Zet ook dit even in een slide. Wat hier uitkomt, en ik heb dat uiteraard proefgelezen en meegewerkt. Dit is het type slide wat ik mooi opmaak. En 20-30% in een zaal maakt daar een fotootje van. Het is echt wel impressive wat die techniek kan. Maar wat ook Jarno zei en wat hier gezegd wordt. Het is belangrijk, check wat er gemaakt wordt, want het wordt geoptimaliseerd op wat het beste klinkt en niet wat het meest waar is. Dat is een heel ander belang. Accountancy, AI. Wat als we nu nog een derde complexe onderwerp eraan toevoegen? Blockchain. Blockchain is uitgevonden in, ik zei het net, 1991. En hoe kan provenance, dat is waar blockchain voor uitgevonden is, bijdragen hieraan? Nou, ook dan komen er 6 use cases uit. En de technologie hier, als er iemand trouwens zijn baan gaat verliezen, dan ben ik het. De technologie hier, die kan je natuurlijk gebruiken als hulpje, maar ook, zoals al een aantal keer vandaag gezegd is, het helpen met frauderen. De vraag kan ook zijn, ik wil een niet nader te noemen bioscoopketen 19 miljoen euro ontvreemden. Schrijf de facturen, de e-mails. Dit zijn de LinkedIn-accounts van de mensen die er werken. Ontwerp mijn oplichtingsstrategie. Geen probleem. Het wordt je zo verteld. Je hebt publieke AI, dat is wat ik je net liet zien. En je hebt private AI. Dus dat zijn modellen die puur en alleen getraind zijn op wat jij doet. Dus wat we voor een uitgever met 3 letters gedaan hebben, is een pilot. We hebben er 100.000 berichten in gegooid. En die mogen alleen beantwoord worden met snippets uit die artikelen. En ook daarbij wordt gezegd, welk stukje uit welk artikel hebben we gebruikt om tot deze uitkomst te komen? Dat is waar de toekomst zit. Dat is nou, voor uitgevers een hele makkelijke use case, maar dat kan ook zijn voor alle kennisdocumenten die accountants gebruiken natuurlijk. Voorbeeldje, dit is een hobbyprojectje van iemand die heeft alle informatie van belastingdienst.nl erop gezet en belasting.ai.
Nou, zeg maar, wat is mijn maximale eigen wonenschuld en hoeveel rente mag ik aftrekken? Nou, daarvoor heb ik nodig of u een eigen huis heeft en hoeveel dat waard is. Nou, ik gooi het erin. Kunt u het lezen? Ik zal een beetje hardop... Ik heb een eigen woning, nou zeg 1,5 miljoen, waarvan de helft. Dus ik zeg niet het getal, maar de helft. Hij kan, dat is het mooie, of zij kan, met al die data gewoon rekenen. Er zit toch een vorm van bewustzijn in wat daar gedaan wordt. Nou, maakt het nog uit of ik ondernemer ben? En puur en alleen op basis van de data op belastingdienst.nl worden deze vragen beantwoord. Best wel scary en interessant, toch? AI en de Europese Commissie. Het fijne is, AI loopt altijd, dendert er altijd een beetje achter, of wetgeving dendert altijd een beetje achter de technologie aan. Maar wat willen wij als Europa van AI? We willen dat het veilig is, we willen dat het transparant is en voornamelijk dat het traceerbaar is. Nou, dat zijn dingen waar wij ons wel in kunnen vinden. Dat is ook, ChatGPT krijgt veel pushback. Er zijn veel corporates die mogen het niet gebruiken om legal redenen, om allerlei redenen. Die private AI-modellen, puur en alleen getraind op je eigen rapporten, op je eigen, nou ja, wij zijn doen een experiment. Ik heb bijna 100.000 eigen e-mails gegooid in een private AI-model. Ja, dat kan gewoon e-mailtjes schrijven zoals ik. Super interessant. EU drukt ons gelukkig naar een traceerbaar en transparant AI toe. Blockchain-technologie. 2008 is Bitcoin uitgevonden. 2009 live gegaan. Maar die technologie is uitgevonden in 1991... om aan te tonen dat er niet gerommeld is met informatie. Je hebt een document, dat kan een Excel-sheet zijn, dat kan een PDF zijn. Elk document heeft een vingerafdruk, een hash. En die is uniek. Dat is een dingetje. Als je dat opslaat in een onwijzigbare database, kun je aantonen dat op dat moment van die blockchain-transactie die informatie in die staat bestond. Als dat een Excel-sheet was met een miljoen cellen en je verandert één punt of een komma in één van die miljoen cellen, is die hele vingerafdruk anders. Dus daarmee kun je aantonen dat informatie bestond op een moment in tijd en wie degene was die dat stempeltje, zo'n timestamp, in de blockchain zette. Dit is de uitvinder, een van de twee uitvinders, Scott Stornetta. Deze slides worden gedeeld. Als je hierop klikt, dan luister je, kan je de podcast luisteren waarin we heel diep daarop ingaan. Interessante vent. Blockchain is dus uitgevonden voor de herkomst van informatie. En dat kan nieuws zijn, dus onze toepassing bij Wordproof is voornamelijk uitgevers, maar het kan terms and conditions, producten, jaarrekeningen, concertkaartjes, verklaring omtrent gedrag, het kan alles zijn. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Want dat moet wel makkelijk zijn, anders hebben we er niks aan. Een gemeente, en dit is een demootje, was een andere gemeente, maar die is naar ons toegekomen. Die zeggen, er worden veel vergunningen opgebracht in rechtszaken die wij helemaal niet uitgegeven hebben. Wow. En de rechtbank heeft niet de tijd om dat allemaal te checken. Als het er goed uitziet, dan... Dus eigenlijk wat je zou willen is kunnen controleren zonder te hoeven e-mailen aan Amsterdam, is dit een document wat jullie uitgegeven hebben? Dat kan je super makkelijk met timestamps doen. Even kijken. Vergunning, en dit is een nepvergunning. Die sleep ik gewoon naar amsterdam.nl. Sleep je document hierheen en zie of het door de gemeente is uitgegeven, wanneer en door welke afdeling. Oké, laat maar los, Bas. Boom. Dit bestand is niet door de gemeente Amsterdam uitgegeven. Dat kunnen ze onder de motorkap. En dit is dus een pilot, het is een andere gemeente waarvoor we dit maken. Niet uitgegeven door Amsterdam. Geen timestamp gevonden voor dit document. Super makkelijk. Wie is de mol? Rood, groen. Voor het kindje wat we aan het opwekken zijn, hopefully, hadden we een verklaring omtrent gedrag nodig. Nou, PDF-je, super makkelijk. Ook super makkelijk na te maken. Tweede documentje daar. Nou, die klopt wel, kan ik u zeggen, want die hebben we aangevraagd. Maar wat zou het moeten geven als je dat erin gooit? Klik. Naartoe. Nou, zelfde verhaal. Controleer een document. En inderdaad, dit bestand is inderdaad door de gemeente Amsterdam afgegeven. Bekijk daar de vingerafdruk in de blockchain. Interessant, toch? Ja. Ik zie niet meer mijn slides. Nee, en we zien hier niet... Nu is alles kapot gegaan. Nee, het is weer terug. Ja. Kijk eens. Een niet nader te noemen bioscoopketen.
werkt hier iemand van partij? Nee, foute vraag. Wat je eigenlijk wil is dat alle afzenders van informatie gewoon dit traceerbaar maken. Alles wat wij uitgeven wat ertoe doet, moet traceerbaar zijn. Dus sleep het maar naar de website. Of dat eigenlijk moet het onder de motorkap. Hè. Dus een exact of een AFAS of mag je exact uitspreken in dit gebouw? Weet ik niet. De software checkt zelf, en dat kan aan de hand van een Kamer van Koophandel, van hey, is er een vingerafdruk meegegeven aan deze factuur? En dan kun je hem misschien zelfs richting automatisch voorsorteren. Alles wat niet zo'n tijdstempel heeft, daar moet eigenlijk een vlaggetje bij komen staan. Ja. Nou, even een factuur bij de paté checken. En natuurlijk was dit paté, dit was niet een paté-factuur, maar eentje aan. Maar you get the point. Dus denk, maar dit kan ook voor de consument. Kijk of dit kaartje echt is. Nou, niet betalen. En mijn voorspelling is, in een paar jaar van nu, als je niet zo'n tijdstempel onder de motorkap gebruikt, wat heb je te verbergen? En we kunnen daar zo nog even over doorpraten met het panel. Maar wat je kan doen is een internet maken, daar dromen wij van, waar als de afzender zich niet bekend maakt en als je niet wil zeggen wanneer het gewijzigd is, dan mag jouw informatie niet hoog komen in die zoekmachine. Als jij een relatie maakt tussen ik ben de afzender en hoe hoog iets komt, en een relatie maakt tussen toen is het gewijzigd en hoe hoog iets komt, dan kan nog steeds alles gezegd worden op het internet. Maar voordat het hoog komt in de algoritmes, moet het transparant en accountable zijn. Want dan heb je, als alles mag gepubliceerd worden, dus je hebt altijd freedom of speech, maar niet automatisch freedom of reach. Want een heel groot deel van de misinformatie is informatie waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt, maar die toch viraal gaat. Waar gaan we dit zien, die tijdstempels? In oktober heeft Adobe, en dit is een samenwerking, het heet Content Authenticity Initiative. Wij zijn er ook bij aangesloten uiteraard. Heeft een camera gemaakt waarin al tijdstempeltjes bij het maken van een foto gedaan worden. En wat je dan kan doen is een audit trail, niet alleen van financiële informatie, maar van de draft van een journalist naar hoe het uiteindelijk in de krant komt met alle tussenstappen, maar ook grafisch. Hoe kan dat eruit zien? Dit CR, Content Credentials, gaat u vaker zien de komende 3-4 jaar. Dit is even de website. Dus op afbeelding kan je zien, want dit plaatje daar klopt natuurlijk niet. Een pingwing in de woestijn. Binnenkort wel. Maar binnenkort wel. Dus Content Credentials, deze gaan jullie vaker zien. En ook dus bij die bewerkte afbeeldingen. Ja, hier. Dus dit moet een plaatje van een woestijn geweest zijn en een plaatje van een pingwin. En wat je wil kunnen zien is dit. Oké, dat was een foto. Dat was een foto. Die heb ik op die datum heb ik dat samengevoegd. En daar is nu dit uitgekomen. Dus alle informatie die we gaan zien gaat bewerkt zijn. Dat is nu 95% van de content bij uitgevers is al op een manier synthetisch. Mooie term. Maar ben er transparant over. Hoe is het tot stand gekomen? Een audit trail voor echt alles wat er in de wereld is. Dat is waar het, denk ik, naartoe moet gaan. In ieder geval voor de informatie die ertoe doet. En die techniek, de infrastructuur, die blockchain timestamps, die bieden een infrastructuur om waarheidsvinding, waar u alle passie voor heeft en goed in bent, te faciliteren. Als je de slides met alle klikbare dingen, is de QR, maar ze worden waarschijnlijk ook nog rondgestuurd. Maar betrouwbare informatie in de wereld vol AI en infrastructuur, wat praktische voorbeelden. Dank jullie wel voor de aandacht. Dank je wel, Sebastian. 2 seconden over. Top, man. Helemaal top. Het is wel de eerste use case van blockchain waarvan ik denk, nou, dit lost echt een probleem op. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is ervoor uitgevonden, hè? 1991. Ja, maar dat vind ik toch wel mooi. Siri, jij was druk aan het schrijven. Ja, ik was gewoon wat gedachten aan het... Wat zijn je gedachten? Nou, aan het begin van je presentatie liet je voorbeelden zien van ChatGPT, die heel snel kan opsommen wat een accountant wel en niet in de toekomst nog relevant kan doen. Ja. Wat dat meteen bij mij oproept is, we leven heel erg in een wereld waarin het gaat om efficiency, de snelste, kortste route. Terwijl ik me afvraag, de kortste route van A naar B is niet altijd de meest interessante of leerzame route.
En het hangt natuurlijk heel erg van de context af waarin je dat wel en niet moet doen. Maar ik denk wel dat die obsessie met efficiëntie heeft ons ook heel veel schade gebracht in de wereld waar we nu leven. Het is heel erg economisch gedacht. En ik denk dat AI dat nog meer gaat optimaliseren. En ik vraag me af of we dat wel moeten willen. Ja. Ja. Voordat Sebastiaan reageert, Patrick, als je dit zo hoort, wat denk jij dan? Want dit is een raakpunt natuurlijk. Ja, kijk, alles in die twee kanten. Maar ik denk wel, kijk, als wij zaken efficiënter kunnen maken. Ja, we hebben bij accountants, en er zitten heel veel accountants, we hebben ook best werk tussen waar mensen al denken, waarom zitten wij dat eigenlijk te doen? En zeker onze jonge mensen, die komen binnen van de universiteit en die zeggen van ja, zitten wij nog steeds dit op een hele ouderwetse manier te doen, omdat het heel veel tijd kost. Als we dat kunnen optimaliseren en kunnen weghalen, dan krijg je wel weer ruimte en tijd in je hoofd om over dingen na te denken in plaats van dat uitvoerende werk. Dus ik hoop dat we ruimte krijgen om meer na te denken op wat we zien in plaats van puur die werkzaamheid. Ja, je bent er niet mee eens. Nee, want dat is de eeuwige belofte van AI. Dat we de simpele geestdodende taakjes uitbesteden en dat wij dan meer ruimte en tijd kregen om ons bezig te houden met belangrijke, nuttige zaken. Maar zo pakt het in de praktijk vaak niet uit. Want dat blijkt ook. We zijn alleen maar meer gaan werken. Er zijn meer burn-outs. Die belofte, omdat het economische systeem zo niet is ingericht, dat we die ruimte krijgen om dat te gaan doen. Ik heb af en toe zelfs het gevoel dat omdat dat AI zo, het klinkt allemaal hartstikke lekker, dat er maar een paar dingetjes zijn waar het niet uitkomt en dat juist die hele stomme taakjes voor ons worden. Ja, nou ja, de vraag is dan, maar hoezo moet ik dat dan doen? Ja, AI niet. Ja, hallo. Maar wie is hier de baas? Ik denk dat er nog een ander aspect is. En dat heb ik ook heel de dag eigenlijk nog niet gehoord. En dat is dat de wereld achter ChatGPT, achter generatieve AI, de klimaatimpact is gigantisch. Ja, ja. En wat veel mensen niet weten, is dat er heel veel menselijke arbeid komt kijken bij het trainen van AI-modellen zoals ChatGPT. En daar komt ook heel veel uitbuiting bij kijken. Die modellen moeten getraind worden, de output moet opgeschoond worden. Laatst is ook aan het licht gekomen dat daar kinderarbeid bij komt kijken. Oh ja? Dus ik denk, goh, heel leuk dat we nu alles met generatieve AI willen doen en dan ook inderdaad een goede, nuttige tool hebben om het betrouwbaarder te maken. Ja. Maar er gaat voor mij nog eigenlijk een hele vraag aan vooraf. Ja, moeten we die generatieve AI, iedereen heeft zijn mond vol over Tata Steel en de bedrijven die ethisch niet verantwoord zijn. Waarom hebben we dat gesprek niet als het gaat om ChatGPT? Interessant, Sebastiaan. Ja, dat gesprek gaat er komen. Dat is ook het gesprek waar de Europese Commissie mee bezig is natuurlijk. Van, hey, ja. Kijk, die distinguishing, dat onderscheid wat ik maakte in dat slide met publieke AI en private AI, ja. Dat vind ik een hele belangrijke. Mm-hmm. De ChatGPT, dat is getraind op basis van alle informatie op het internet, ja. Waarvan bovendien 95% rommel is. Die private AI, puur getraind op een hele selecte. Dus wat gebeurt er bij consultants? Je hebt een partij die heet Winning Proposals. Mm-hmm. Dus wat het idee is, je traint dat met je laatste 100 offertes waar een klant ja tegen gezet heeft. Mm-hmm. En op basis daarvan ga je je nieuwe offertes schrijven. Laat je gewoon genereren. Nice. Briljant idee. Ja. Veel minder rekenkracht voor nodig. Mm. En ik snap dat ik dan voorbij ga aan een aantal dingen die jij zegt. Maar ik denk dat de toekomst, want heel veel informatie die ChatGPT gepakt heeft om haar model te trainen, dat is niet helemaal netjes gegaan. Ja. Hebben de uitgevers niet hun geld voor gedaan. Nou ja, precies. Ja. Ja. Maar de private AI, dat is een hele andere wereld. Ja. Waar je al die zaken van het roven van informatie, copyright, maar ook het black box. Mm-hmm. Opeens bestaan die problemen niet meer als je het op die manier gaat aanpakken. Dus de techniek. Mm-hmm. Snap je punt. Ik wil het graag hebben over die betrouwbaarheid van informatie. Want daar gaf jij Sebastiaan, eigenlijk zeg jij, de allerbelangrijke dingen moet je sowieso op een of andere manier kunnen checken of het echt was of niet. En daar gaf je prachtige voorbeelden van, toch? Ja, en echt is een moeilijke vraag. Ja. Maar wel bij wie het vandaan komt. Ja, wat de origin is. Wij willen niet de internetpolitie zijn, want dat is levensgevaarlijk. Want wat is echt? Ja. Ja. Maar als je als ontvanger van informatie zeker weet dat dat appje bij mijn moeder vandaan komt. Mm. Of dat als mijn demente oma zeker weet. Nou, tenminste, de oma weet niet zo zeker. Nee, dat die informatie wel bij de bank vandaan komt, ja. Dan heb je een heel ander internet.
Ja. Nart, beantwoord dit aan de problemen die jij schetste in jouw column. Ik denk, herkomst is een deel van de oplossing. Ik bedoel, het is niet, en dat claim jij ook op geen enkele manier, het komt niet tegemoet aan de problemen die inherent zijn en aan AI. Maar wat ik, ja, ik heb dit, ik, ook weer ik, heb het, ik heb het eerder gezien en toen werd ik er al een beetje opgewonden van eigenlijk. Waarom? Ja. Omdat wat ik zo interessant hieraan vind, is het gemak. Het gemak waarmee je dus, als je daadwerkelijk iets kunt slepen naar een internetbrowser en gewoon kunt vaststellen wat de herkomst is. En nogmaals, met al zijn beperkingen, dat zegt niet alles over de echtheid, maar het zegt wel, het geeft iets over de herkomst aan. Denk even na, waarom zijn wij afgelopen jaar totaal overrompeld door AI? Omdat het zo gemakkelijk te gebruiken was. En richting accountants in de zaal zou ik denken, als het zo eenvoudig wordt om de volgende paté-fraude, zeg maar, te voorkomen. Fantastisch. Ja. Ja, oké. Okay. Maar dan, ja, ik probeer gewoon. Dus gebruiksgemak is met andere woorden voor mij een heel belangrijke voorwaarde om iets tot een succes te maken. Ja, ja. Patrick, hoe denk jij hierover als je dit zo heel praktisch naar kijkt? Want het ziet er fantastisch heel makkelijk uit. En ik denk, oh, dat helpt jullie enorm. Ja. Nou, kijk, er zitten overal zitten upsides en downsides aan. Dus ik ga niet zeggen wat jij zegt. Dat is zeker waar. Mm. En je moet een beetje het beste van both worlds zien te vinden. En een voorbeeld, hè, wat ons bijvoorbeeld heel erg helpt. En de vraag is dat nou helemaal AI, ja of nee? Maar in het verleden deden wij even heel simpel wat accountants soms doen. Bankgeschriften pakken, vinken, ja, gezien. Dan doen we een steekproef. Dan gaan we naar een bedrijf met 10 miljard omzet. Doen we een steekproef van 100 en dan zijn we klaar. Ik heb er altijd vraagtekens bij gesteld. Wat we nu doen, halen al die bankgeschriften op bij de bank. En zeggen tegen de machine, doe even allemaal zoeken tot ze aan elkaar linken, ja of nee. En geef degene aan die niet passen. Meteen hebben we de volledige populatie gezien en hij spuugt eruit wat niet klopt. En dat werkt, nu al. Mm-hmm. Is dat helemaal AI? I don't know. Maar dat is in ieder geval een stap naar AI toe. Daar kun je veel verder in gaan. Dat helpt enorm in A, ons werk veel relevanter te maken en betrouwbaarder te maken. En het helpt onze mensen niet dat domme vinkwerk te doen. Er zitten wel downsides aan. Ik ben heel met je eentje, moet ook nadenken van welke downsides zitten aan en hoe los je dat op. Maar als je daar met beleid mee omgaat, denk ik dat je toch wel behoorlijk wat werk, zeg maar, weg kunt halen. Mm-hmm. En daar weer andere dingen voor terug kunt zetten. De risico's bijvoorbeeld wel, en je had het net over blockchain, Sebastian, beweeg me op gevaarlijk vlak, want je weet er 100 keer zoveel van als ik. Maar kijk, met blockchain, ik denk wel dat we altijd bewust moeten zijn van al degene die toegang heeft tot die blockchain, ja. Dat is bepalend. Als jij je toegang tot de blockchain niet beschermt en dat kan zomaar rondwaaieren, dan denken mensen echt dat het voor jou komt. Dus een hoge betrouwbaarheid dat het voor jou komt, terwijl ik dat misschien gedaan heb. Dus die toegang tot die blockchain wordt dan kritischer dan ooit. En bedoel je wie er op mag publiceren? Ja. En dat is het mooie en het gekke van blockchain. Is iedereen kan daarop publiceren. Maar het interessant, en daar is de Europese Commissie ook veel mee bezig, met het koppelen van identiteit. Dus bijvoorbeeld KVK koppelt met, of je kunt zien, dit blockchain-adres waarmee facturen getimestampt worden, ja. Dat hoort bij dit KVK-nummer. Mm. Dat soort systeem heb je nodig. Maar ook exact. Bij deze universiteit. Dus waar je op een gegeven moment naartoe kan is, ik heb een vraag over een medische vraag. Ik wil alleen maar in de zoekmachine wil ik blogs hebben of artikelen die geschreven zijn door iemand die de afgelopen 10 jaar afgestudeerd is op een van deze 20 medische universiteiten. Die fijnmazigheid kun je inbouwen met zo'n infrastructuur. Maar het valt of staat met een goede koppeling tussen de universiteit en het blockchain-adres. En dus niet het misbruik maken van de identiteit. Precies. En als iemand jouw identiteit kan gebruiken, ja. Dan zijn we de weg kwijt. Ja, maar even Sebastian, ik vind het echt heel cool, hè? Maar holy mother, dat is een totaal. Dan kunnen we gewoon het huidige internet compleet opblazen. Ja. Gewoon afzinken, doorknippen, kabel eruit, weet je wel, wissen, gewoon een magneten tegenaan, door. En helemaal opnieuw beginnen. Het eerste wat ik gedaan heb toen ik hiermee startte, was 1 Europese Commissie aan boord met die prijs. Maar 2 ook mensen uit die zoekmachinewereld. Want ik dacht, anders moeten we alles opnieuw gaan doen. Nee, maar dat is toch dus zo? We hebben ze erbij betrokken. Nee, maar als we dus, weet je wel. Dan moeten we, kijk, we zijn al sinds 1975 bezig met het internet. Dat is een beetje groot geworden in de jaren 90. En daarna werd het echt groot. Daar hebben we alles hebben we non-verified gemaakt. Ja. Iedere idioot mocht er iets op dumpen. Ja. En we hebben het
ongeclassificeerd hebben we gewoon gezegd, dit is waar. We hebben alles op voor waar genomen. Nou, het internet is gemaakt voor bijvoorbeeld een militaire situatie waarin alle spelers die er gebruik van maken, waren je collega's. Ja. Dus we hebben nooit rekening met betrouwbaarheid gehouden bij het ontwerp. Exact. En nu zitten we er volledig in. Ja. Dan is jouw opnieuw maken van het systeem een hele waardevolle toevoeging, maar het voelt wel ook een beetje academisch. Hoe het... Dat je zegt, ja, nou, ik bedoel dus meer van leuk, maar ik zie het praktisch niet gebeuren. Nee, wat je ziet... Kijk, en daarom, we hebben mensen uit de zoekmachinewereld hebben hierbij betrokken. Die, je kunt als mens kun je het checken door zo'n pdfje te drag and drop. Of bij de uitgever te klikken op, hey, hoe heeft het gewijzigd? Maar veel interessanter is dat ook door de zoekmachine zelf te lezen is. Ja. En dan kom je terecht op wat ik eerder zei, van als je... Meer transparant bent over bij wie het vandaan komt en wanneer het gewijzigd is, zou je hoger in de algoritmes moeten komen. Ja, ja. Dat is interessant. Ja, misschien we pakken hem heel groot, hè? Pakken we heel internet, pakken we DC. Maar als we het klein maken, dat als we accountants zijn bij een bedrijf, facturen controleren. Dat wij eisen kunnen slepen, is deze factuur, komt die echt van Shell of echt van daar vandaan? Maar dat maakt het klein, dat is een hele zo'n, eigenlijk zou je zeggen van iedereen die dit boekhoudpakket gebruikt, geeft sowieso al die timestamps eruit. En als we dat gewoon in alle pakketten van de AFAS en de Exact en de weet ik veel wat de ERP's of weet ik veel wat... En aan die website, hebt, dat je dat drag and drop kan doen. Ja, dan... Ja, is dat een use case, Patrick, waar je iets mee... Nou, ik denk met al deze dingen, denk gewoon klein beginnen. Hè? Dus als je een use case hebt... En trouwens, ik denk dat het eerder over die bedrijven zelf vandaan komt. Ja. Die zeggen, luister, ik wil zeker weten dat men kan verifiëren dat die factuur van mij vandaan komt. Ja. En je zorgt dat die timestamp erop staat, zeg maar. En als wij dan bij de ontvanger komen, kunnen zeggen... Hey, die factuur slepen, ja, hij is echt. Dat zou mij enorm helpen. Want dit is een van de zorgen die ik nu al heb... Zit ik naar een echte factuur te kijken. Ja. En je kan er een zijn alleen maar pdf's op dit moment. Dat is niet eens AI, maar het zijn alleen pdf's. Ja. En je kan er incentives aan hangen. We betalen hem een week eerder... Als we niet handmatig hoeven te checken of die echt bij jullie vandaan komt. Ja, ja. Ik heb wel laatst had ik een bank gesproken... En die hadden een koppeling gemaakt met de KVK. Dat als er iets gewijzigd wordt in de KVK... dat het ook in hun banksystemen kwam. Hartstikke mooi, waren ze heel blij mee. Weet je hoeveel mensen er werken aan zo'n systeem? 100 man. Zo. Om het voor elkaar te krijgen. Ja. 10 miljoen per jaar. Nee, maar even. Dus, en die hebben alleen... dat als hier een vinkje de KVK, dan gaat hij daar ook. Fantastisch, hè? En nu zeg jij... Maar misschien moeten we dat met iedereen gaan doen. Ja. Ja, of die use case met facturen is interessant. Maar ook bijvoorbeeld met internet voor kinderen. Nou ja, wie jonge kinderen heeft... Ik bedoel even aan te geven dat het conceptueel is het fantastisch. En ik snap dat we moeten beginnen met kleine use case. Maar hetzelfde, mijn punt is, zelfs als het een kleine use case lijkt... Ja. Is het een freaking grote werk. Maar precies daarom zei ik net, over dat gebruiksgemak. Kijk even naar hoe ChatGPT is ontploft in gebruik. En in allerlei toepassingen eromheen. Ja. Omdat we iets creëren wat heel simpel te hanteren is. En dat hadden we volgens mij, en daarom is blockchain tot nu toe ook een besmet begrip geweest. We hadden nog nooit een toepassing gehad waarbij je klik. En dus zeg jij, Patrick, als wij met z'n allen als accountants dit nou proberen te gaan doen, dan wordt A, ons werk makkelijker. B, hoeven wij veel minder te verifiëren wat best wel stom werk is. En C, zouden wij op een andere manier waarde kunnen toevoegen. Ja, en to your point, ik denk dat je overal moet kijken, wat is de business case? Ja, pak en trek hem bijvoorbeeld door naar creditcardmaatschappijen. Wat die kwijt zijn aan fraude, is ongekend. Ja. Daarom zijn die dingen ook zo verrekte duur. He, maar als je daar iets kunt verzinnen met dat je de herkomst kunt zien, et cetera, dat zij beter kunnen vullen wat wel of niet fraude is, dan heb je ook meteen een business case. Ja. Je moet ook de business case er tegenover zetten. Ja. Siri, hoe denk jij hierover? Nou, ik zoom even wat meer uit. En als ik dat doe, jij had het net over, nou, dan wordt het internet heel anders, want dan komt er meer waarheid op het internet. Ja. Maar ik denk dat de aantrekkingskracht van internet nou juist is dat er zoveel bullshit op staat. Dat we dat eigenlijk gewoon heel leuk vinden. Ook leuk, ja. En dat ook misschien ergens ook wel de charme is. Maar goed, dan heb ik het meer als je het heel breed zou toepassen. En ja, het hele idee van als je niet timestampt, wat heb je dan te verbergen? Ik begrijp dat helemaal in de voorbeelden waar jij dat hebt gegeven, dat heel belangrijk is. Ja. Maar ik denk dat, ik vind privacy ook heel belangrijk. En ik moet nou denken aan de quote van Shoshana Zuboff, een sociaal wetenschapper, auteur van The Age of Surveillance Capitalism. Zij heeft een boek geschreven over het verdienmodel achter AI.
Maar haar, en veel over privacy. En zij zegt dus juist, if you've got nothing to hide, you are nobody. Dus het is, hè, ik vind het ook een beetje een eng idee dat alles wat ik doe, moet dat straks getimestampt worden. Ik vind het ook wel fijn dat ik sommige dingen voor mezelf kan houden. Dus ik vraag me af, waar ligt dan de grens van zo'n toepassing? Ja, ja dat elke, als elke camera altijd automatisch, zonder het uit te zetten, een timestamp zet, ja, waar mag ik dan mijn eigen leven terug? Ja, of alles wat ik heb geschreven of gedaan. Ik weet niet wat voor soort maatschappij we creëren als het, ja, als het zich, als het ja, breder, ja, wordt Sebastiaan, toegepast. Ja. En dit is een vraag die hebben we nu met AI, die hebben we met timestampen, die hebben we ook in zoekmachines. Ja. Moet alles getimestampt worden? Ik denk het niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Maar informatie, en Google heeft daar een naam voor. Your money, your life. Dus dat zijn dingen die invloed hebben op je leven. Dingen die invloed hebben op geld. Mm-hmm. Daarbij is het belangrijk. Ja. Dus ja, dat er, een er moet een onderscheid in komen. Ja. Carmen, zie, jij krijgt... Ik zie trouwens wel dat wat jij noemt, Siri. Ja, dat is voor degenen die denken dat is misschien fictief. Dat is niet fictief. Dat is reëel, dat risico. Mm-hmm. Als we kijken naar Saudi-Arabië, daar zijn ze de lijnen bouwen in de woestijn daar. En wij zitten daar ook bij, iedereen zit erbij als adviseur overigens, maar te kijken hoe doe je daar met cybersecurity. Maar daar wordt eigenlijk echt alles werkelijk vastgelegd. Big Brother is everywhere. Ja. 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 Ja, dus dat is wel, dat is reëel, dat risico. Kun je je afvragen of jij daar wel bij moet zitten dan, Patrick? Nou, ik zit er persoonlijk ook niet bij. Maar... Nee. EY is groot, hè? Ja. Zullen we even het vragen doen? Carmen? Ja. Volgens mij reageerde iemand nog op het eerste stuk van Siri. Hoe doorbreken we sociologisch het feit dat we meer op AI gaan lijken en juist die intelligentie en kritisch denken gebruiken? Dat zegt Petra. Ja, laten we die even proberen. Ik zie mezelf in beeld, wat ik heel fijn vind, hoor. Maar ik zou graag even... precies, die in beeld zien. Ja, dat is een goeie. Even kijken, waar stond die? Oh ja, hoe brengen we sociologisch het feit dat we meer op AI-computer gaan lijken en juist die intelligentie kritisch denken gebruiken? Petra. Het feit dat we meer op een juist inliggend... Ja, je zei... Ah, zo. Ja, nou, precies. Ja, ik weet niet. Ik denk dat we AI gedemystificeerd moet worden. Er hangt heel erg een zweem van... Oh, het is heel intelligent, het is autonoom, het doet alles alleen. Als we betere beelden en begrippen hebben om te duiden wat AI is... kunnen we ons er ook kritischer toe verhouden... En ik denk dat we niet alles aan algoritmes en AI moeten uitbesteden. We willen nu alle content door AI laten creëren. Op het werk, alles met ChatGPT. Ik denk dat we dat veel te makkelijk doen. Dat we veel te makkelijk in de hype meegaan. Ons helemaal laten opzwepen. Dat vooruitgang, dat is meegaan met de technologische ontwikkelingen. Nou ja, dat geloof ik niet. Technologische vooruitgang is niet hetzelfde als maatschappelijke vooruitgang. Dat onderscheid is denk ik... belangrijk om te blijven zien. Ja, Nart, jij bent zo'n vooruitgangsdenker. Ja, en wat is je vraag? Nou, mijn punt is, reageer eens op Siri. Sorry, dat moet ik je even... Ik was jij zat, even heel anders te bedenken. Dat gebeurt vaak bij mannen, hoor. Dat ze niet aan het luisteren zijn, maar gewoon aan het nadenken over wat ze graag willen zeggen. Wat ik vanavond wil eten. Ja, precies. Ja. Ik ken het probleem trouwens. Ja. Dat is heel menselijk. Ja, maar, dank je. Ja, maar nee, ik zei dat technologische vooruitgang niet altijd aan maatschappelijke vooruitgang gelijk staat. Dus dat je wel alles kan uitbesteden uit ChatGPT. Maar dat het niet betekent dat we daar ook gelukkiger of beter zeker van worden... Niet. Als wereld. Maar dat is bij elke technologie, bedoel... Ja. Nee, maar de neiging is, om te zeggen, we gooien alles erin. Want het is vooruitgang. Want en anders AI, doe je niet mee. Dat zegt deze groep ook. Als je niet meedoet, bent u ouderwets en dan bent u straks geen baan meer. En ja, dat, ja, die neiging hebben we natuurlijk als mens wel. Want we zijn kuddedieren. Dus we lopen er met z'n allen achteraan. Nee, maar Siri zegt, denk nou eens even na. En ga nou niet zeggen, ik wil vooruitdenken. Nee, dan misschien zijn er dingen die je graag zelf eens doet. Eens met de menselijke natuur is dat je er wel achterna loopt eigenlijk. Dat doen we met z'n allen. Ja, maar dat we dus meer gaan vragen van, leuk wat het allemaal kan. Maar willen we het ook? Ja. Ja. Nou ja, dat vind ik heel waardevol. Ja. Ja. Even kijken, een paar mensen zeggen energieverbruik van de blockchain. Dat ging ook over AI volgens mij, maar dat is ook een goede. Ja, die van Martijn. Misschien kan AI de accountant helpen om fraude op te sporen, of is het juist een bron van fraude? Nee, dat is exact natuurlijk waar we het proberen over te hebben. Zeg maar. Nou, allebei. Ja, allebei. Ja. Het is een zwaard met twee... Nou ja, je zou kunnen zeggen, kijk, want het hele verhaal wat Sebastiaan heeft... is natuurlijk een deeloplossing. Het is niet de oplossing voor waarheid uit AI of iets dergelijks. Het gaat over de herkomst. En dat stuk ervan vind ik fascinerend... en is volgens mij voor een accountant heel nuttig om fraude op te sporen of te voorkomen.
Maar ja, tegelijkertijd is AI ook in staat om, ja, om heel geloofwaardig... Ik zei net tegen jou, AI is eigenlijk dressed to impress. Het doet alsof het heel goed is. Het doet alsof het menselijke eigenschappen heeft. Ja, daardoor ben je wel heel kwetsbaar om voor de wel te doen. Om erin te trappen. Ja, en dat wordt steeds beter. Ja, nou, dat vroeg me nog wel af, Sebastian, wat jij zei. Hè? Je had dat lijstje met geef een tabelletje en et cetera. Die voorbeelden hebben we allemaal gezien. De misleading presentation of greatness. Waar ik nog wel naar zat, is van... omdat het er zo lekker staat... zie je niet meer wat er niet staat. Nee, dat klopt. En dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Iemand vertelde mij laatst... die zei... kijk, dat algoritme... dat duwt ons richting het meest likable antwoord. Ja. En zij zei tegen mij... zei Rens, als we ons hele leven door algoritmes laten bepalen... dan zou blauwe kaas nooit meer bestaan... en drop nooit meer bestaan. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad waar. Want dat zijn twee hele distinguished smaken... waar ik heel blij van ben dat die op mijn smaakpalet zijn binnengekomen. Ja. Maar het algoritme had het me nooit aangeraden. Nee. En als we dus met z'n allen dat gaan doen... Nee, dat wordt geen leuke wereld. Dat wordt geen leuke wereld. Maar ik denk dat er een verschil zit tussen waar kan je efficiëntie je slag maken... en hoe spendeer ik mijn tijd met mijn kind en mijn hond. Daar wil ik ook niet het kortste rondje lopen. Daar wil ik lekker 3 kwartier op de hei. Wat AI, enerzijds laat het een paar obvious goede antwoorden weg. Anderzijds komt het ook wel met antwoorden dat je denkt... wauw, daar had ik nooit aan gedacht. Ja. Het is een... En misschien wel toe te voegen, daar hebben we nog niets over gehad... maar de biases die in die systemen zitten. Ja. Ja. Ja, dus dat denk ik dat velen weten. De Belastingdienst heeft daar problemen mee gehad. Hè? Welke dossiers trekken we? Nou, zeker. Dan altijd in een bepaalde hoek die dossiers... En ze hebben te laat achtergekomen. De recruitingwereld heeft daar grote problemen gehad. Dat elke keer blanke mannen uitgekozen werden... omdat dat toevallig was wat de mensen deden. En in ChatGPT ook, want het is vooral getraind met teksten... Engelstalige teksten van witte westerse mannen. Ja. Dus er is een bepaald soort taal wat heel dominant is in ChatGPT. Hij werkt in China. Ook veel slechter dan in de westerse wereld. Ja. Veel AI-modellen. Ja. Dus het is net hoe je hem traint. Dus hoe je hem traint is ook wat je laat zien. Dus ik denk het belangrijkste is dat we beseffen van... welke beslissingen worden genomen op basis van de AI. Dan moet je heel goed doorhebben welke biases zitten erin. Waar hebben we dat systeem mee getrokken? Hebben jullie daar bij EY al wel een soort met van... guidelines voor opgesteld? Van hey jongens, als wij dus... we gaan experimenteren met AI, kan me zo voorstellen. Maar als wij dit dus gaan interpreteren... moeten we wel nog deze checks hebben... op biases of we zelf kritisch hebben nagedacht, et cetera. Zijn jullie daar al mee bezig? En zeker binnen de accountancy, waar we toch gewoon extreem voorzichtig moeten zijn... waar baseer je nou je oordeel op, is er een enorme voorzichtigheid. Waar blijkt dat dan uit? Nou, kijk, onder andere private cloud, public cloud. We werken alleen maar met private omgevingen. En in principe wordt nu ook in de orders gezegd van gebruik het nu nog niet. Want je weet niet precies waar het vandaan komt, welke informatie ermee getraind is, et cetera. Dus extreem voorzichtig zijn om het te gebruiken. Dus we zijn vooral bezig met die bewustwording van wat doet het systeem nou? Waar gaan andere mensen besluiten op baseren? En heel rustig aan de weg bewandelen van waar we vandaan komen, data lezen naar stapjes, van elk stapje moeten we begrijpen. Daar begon ik al mee. Daarom hou ik niet van die buzzwords van AI gaat de wereld veranderen. Want als jij die niet kunt uitleggen wat het doet, dan moet je er niet aan beginnen. Dus je moet kleine stapjes elke keer... Mag ik 2 praktische voorbeeldjes nog daarvoor? Ik was in januari op een politiecongres. En daar praatte ik over herkomst met een ronde tafel. En wat was daar aan de hand? Er waren een aantal praktijkdingen gingen we doen. En er was gezichten, wat Jarno eigenlijk ook deed, is welke is gegenereerd, wat is een foto, welke is door AI gegenereerd. En wie is betrouwbaarder? Dat was de belangrijkste vraag. Wat blijkt dat de gezichten die door AI gegenereerd zijn, als betrouwbaarder gepercipieerd worden dan de foto's. En als in betrouwbaar in gezicht of betrouwbaar als dit is? Als betrouwbaar gezicht, als betrouwbaar mens. Ja, waarom? Omdat er getraind wordt met mensen die er betrouwbaar uitzien. Ja. Oh ja. Wow. Ja. En een ander magic fun fact was... heel veel oplichting tegenwoordig gebeurt via de telefoon. Gesproken via de telefoon. En dat is wat bij de politie, case nummer 1... Hoe komt het dat dat zo het makkelijkst kan? Omdat wij informatie via de telefoon, daarvan die mag rommelig zijn. Iemand rijdt met zijn auto een tunnel in. We accepteren een hele slechte kwaliteit en ons brein vult dat wel aan. Mm. Dus waarom geef ik dit als voorbeeld? Nou ja, dat hele kat-muisspel van AI en AI ontmantelen. Daarin wint AI altijd van de ontmantelaar, omdat de ontmantelaar gaat proberen dat te doen. Maar ja, die training... die is
belangrijk, maar even wat praktische dingen. Waar maar ik vind hem wel heel mooi en ook wel een beetje engig. Ja, doodeng. Want het hele punt is, het is net als de verdediging van mijn favoriete voetbalclub. Kijk, je kunt heel goed aanvallen, maar je hoeft er maar een paar keer doorheen te komen. Ja. En dan sta je alweer achter. Ja. Weet je, je hoeft maar één keer te falen en pats. Maar juist daarom is, als jouw telefoon gekoppeld is aan zo'n blockchain key, dan kun je zeggen van, als het niet uit de vingerafdruk van Rens komt, dan is het niet Rens. Ook al klinkt het als Rens, ziet het eruit als Rens, dat is Rens niet. Oh, heerlijk. Goed, ik maak het laatste rondje. Wat we hier. Mijn brein gaat zo, dus, en dat is altijd goed. Maar nu probeer ik het even terug te brengen. Want dit was wel out there. Patrick, wat. Ja, ik vind het zo lullig om het plat te slaan. Wat moet ik morgen doen? Dus dat ga ik niet vragen. Maar wat moeten we ons realiseren van deze wereld als het gaat om betrouwbaarheid en niet betrouwbaarheid? Want dat is wel jullie vak. Nou, dan blijf ik dicht bij huis. We hebben binnen de accountancy altijd over professioneel kritische instelling. Echt kritisch zijn op wat je ziet, de informatie die je krijgt. En blijf dat doen. Ja. Die systemen, AI, etc. gaat ons echt wel helpen. Maar alleen als wij extreem kritisch blijven op wat we zien en dat we de echtheid ervan kennen. Ja, maar kritisch, en dat is dus niet alleen je onderbuik, je oren, je ogen. Nee. Daar moet je iets anders verifiëren, systeem of wat dan ook tegen. Hoe moeilijk dat het is. Ja. Siri, wat moet ik proberen te onthouden van deze hoogconceptuele discussie? Dat vind ik wel een hele brede vraag. Ik denk eigenlijk dat we de mens steeds meer gaan wantrouwen, ook onder invloed van AI. Dat we toch een heel. Het gaat altijd over wat de robot allemaal zo fantastisch kan. En hoe wij vervangen zullen worden door robots. Dat we eigenlijk te makkelijk een minderwaardigheidscomplex aangepraat krijgen. Ja, ja. En wat is de antidote daartegen? Ik denk dat we eigenlijk heel weinig begrijpen van menselijke intelligentie en hoe belangrijk bewustzijn is en redenerend vermogen. Eigenlijk is het loop zometeen met trots de deur uit, zeg je eigenlijk. Ja. Toch? Borst vooruit, kin omhoog. Ja, oké, goed. Sebastian, wat moet ik hier van onthouden? Nou, wat voor mij het belangrijkste is het besef dat al die problematiek met spookfacturen, dat soort dingen, dat gaat ook over mij. Ik maak die fouten ook. Ja. En ik heb 20.000 uur op het internet rondgezwerfd. Ik heb 10.000 uur internet gemaakt. Ook ik tuin in de nodige dingen. Dus voor mij is het besef, dit gaat ook over mij, was heel belangrijk. Er zijn infrastructuren waarmee je dit kan tackelen. Ja. Voor de herkomst. Nart. Stuur een boze mail als je ergens die transparantie wil hebben. Ja. Waarom heb je dit niet gedaan? Nart, jij bent de aanstichter van deze hele discussie. Ik mocht beginnen in mijn column te zeggen dat dit een enorme marktkans is voor accountants. Ja. En dat geloof ik nog steeds. En als je het gesprek even hier bij elkaar veegt eigenlijk, dan zitten daar twee dingen in. Eén is Patrick zegt eigenlijk van, ja, weet je, jullie zijn getraind met die PKI, die professioneel kritische instelling. Dat zit zo diep in je. Dat moet ergens toch een fantastische kans zijn om in deze wereld vol shitty informatie het verschil te maken. Dat is één. En het tweede, ik ben zelf hopeloos. Misschien zit ik op een roze wolk, maar ik denk echt dat Sebastian en ik heb geen aandeel in zijn bedrijf, maar ik denk echt dat hij een infrastructuur mogelijk maakt die voor accountants waanzinnig interessant kan zijn. En ik zou echt het vak oproepen van allemaal. Probeer dat. Pak het op. Ga ermee aan de slag. Mooi zo. Dames en heren, geef een ongelooflijk applaus voor onze gasten van vandaag. Dankjewel. Well done.